Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is vandaag donderdag 6 mei. Weet je het zeker? Oké. Ik heb mijn horloge nu om en die zit in de lade. Dus, en ik zeg tegen jou, wat voor datum is het eigenlijk? En ik zei, het is net 7. En ik dacht dat het 7e was. Mijn jongen zegt, het is de 6e. Maar ik geloof hem niet. Ik weet niet waarom niet. Ja, is het echt zo? Oké, ja, je steekt me nog wel eens te gek aan. Maar goed, het is dus donderdag 6 mei. En ik ben vandaag heerlijk vrij. En verder vroeg opgestaan, want tussen 8 en 1 komt er dus iemand voor onze bank en die wordt dan gereinigd. Toen wij deze bank kochten, en deze stoelen ook, toen hebben we dat er zeg maar weer ingedaan. Dat als er wat is met de bank, dat dat dan schoongemaakt wordt of nou ja, een soort van garantie. Ik weet niet of je het een garantie kunt noemen, maar in ieder geval de bank wordt schoongemaakt. En Johan zei gisteren tegen mij, oh joh, blijf maar lekker liggen. Dan ga ik wel om 7 uur uit. Ik zeg, nee joh, zei ik heel stoer, ik ga met jou mee eruit. Maar dat is me niet helemaal gelukt. Ik was er denk ik om 7:20 uit. Nou, vind ik op zich nog netjes, maar ik vind het ook wel lekker als ik gewoon vroeger uit ben. Dan heb je gewoon nog de hele dag voor jezelf. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik heb al een video bewerkt en ik moet nog een pakketje ophalen. Oh, ik heb trouwens nog even een vraag voor jullie. Ik heb dus nu een aantal vintage shoplogs gemaakt. Shoplogs, unboxings. Nee, in ieder geval zulke video's gemaakt. En ik vind het dus heel leuk om te doen. En ik heb dus nu nog een paar pakketjes staan. Die moet ik ophalen. En ik vroeg me af of jullie het leuk vonden om nog een keer te zien. Of dat jullie er nou al een beetje zat van zijn. Maar dan doe ik het niet. En dan kan ik er even rekening mee houden. En verder ga ik denk ik nog even boodschappen doen, pakketjes ophalen dus. En om 11 ga ik wandelen met Lotte. Even tijdens kijken wat de dag brengt. Dus ja, het is eindelijk weer wat mooi weer. Oh, ik ben echt best wel weersgevoelig. Dus als het niet zo mooi weer is, dan voel ik mezelf ook wat minder altijd. Dus ik ben altijd wel blij als het mooi weer is. Als het zonnetje lekker schijnt, heerlijk. Dus straks lekker wandelen om 11 uur. Nou, het is ondertussen al 2 uur geweest. Ik heb vanmiddag voor een hele wereldreis gemaakt. Ik heb eerst gewandeld. Het was echt heel erg lekker, want het was mooi weer. En het regent nu alweer. Echt het weer hier in Nederland. Daarna ben ik dus naar Lidl geweest voor de boodschappen. Ik heb niet heel veel gehaald, want deze week waren we eigenlijk niet zoveel meer nodig. Het is al donderdag en volgende week gaan we op vakantie. Nee, op vakantie. We gaan een paar dagen weg. Woensdag tot zondag. Zoveel zin in. Mijn schoonouders zitten dan op Ameland en mochten ook even komen. Nou, daar zeggen wij geen nee tegen. Heerlijk. Zo zin in. Ik vind eilandgevoel vind ik echt heerlijk. We gaan in augustus, gaan we in de grote vakantie gaan we naar de Schelling. Ja, echt als ik gewoon van het vasteland op ben, heb ik echt het gevoel dat ik op vakantie ben. Echt heerlijk. Maar goed, dus daar zijn we ook niet van nodig. Dus ik heb niet heel veel gehaald. Als eerste heb ik een leeg zakje. Ik had een American cookie gekocht. Oh, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik kon hem niet weer staan. En eenmaal in de handen dacht ik, nee, zal het niet doen. Maar ja, dan kun je nu gewoon niet meer terugleggen. Dus deze heb ik. Ik had het echt niet moeten doen. Maar goed. Dan heb ik 2 keer gerookte achterham. Jan die eet gewoon graag vleeswaren. Die heeft van een aanbiedingstip gekocht. En een pak pannenkoekenmix. Ook niet heel gezond natuurlijk. Deze heb ik gehaald. Dit is fruit voor smoothies. En ik dacht, ik ga daar gelijk door naar de blokker, want onze smoothie is kapot. Nee, niet onze smoothie, onze blender. En toen was ik bij de blokker, is de blokker weg. Dus ik weet niet waar ze naartoe zijn verhuisd of wat ermee gebeurd is. Maar goed, ik heb dus nog steeds geen blender. Ik ben ook nog naar andere winkels geweest, maar dat was gewoon niet wat ik zocht. Maar goed, ik heb een vaste fruit voor in de blender. Anders doe ik maar even via internet bestellen. Banana's, dat had ik ook bedacht voor in de smoothie of smoothie bowl. Maar goed, dan moet ik dat ook maar even zo snacken. Wat had ik nog meer gekocht? Oh ja, rijst. Dat zat ook bijna op. Jokie voor Johan, dus die gewoon graag. Dat drinkt hij graag. Ik drink het eigenlijk bijna nooit, maar dat geeft niet. En dat was het volgens mij van de Lidl al. Ja, het is echt niet zoveel. En bij de ik nog Action had ik nog een flesje drink gekocht. Ik had enorme dorst. En deze had ik ook bij de Action gekocht. Het is cookie en caramel white chocolate. Ja, het heet koekjes. Dit leek me wel lekker om een keer te proberen. Nou ja, dat was het eigenlijk. Volgens mij. Ik heb het gehad. Nee, dat was het. Oh ja, en ik heb nog een pakketje opgehaald. En het was maar 1. Ik dacht dat er veel meer was. Maar ze zijn lekker. Ik kon er maar 1 vinden. Terwijl ik echt wel 7 mailtjes heb gekregen dat mijn pakketje afgeleverd is. Maar misschien is dat wel allemaal mailtjes om hetzelfde pakketje. Maar goed, dat dus. En nu, ik heb er zin om, ik ga koekjes bakken denk ik. Het is echt hier weer om buiten te zijn. Ik hoop wel dat het volgende week beter weer is. Maar goed, dat zien we dan alweer. Even kijken wat ik nog in de kast heb voor een bakmixen. Nou, ik heb nog gevonden een muffin bakmix. Met banaan.
Er staat bij dat je nog één ei nodig hebt, maar dan hebben we wel 80 milliliter olie, 80 milliliter melk, 1 banaan en 200 milliliter cream. Nou ja, ik heb geen cream in huis, maar wel slagroom. Dus probeer het daar maar gewoon mee. En dan ga ik dit opmaken. Wow, wat is er zin in? Oh, het ziet er zo lekker uit. Oh, vooral zo'n laagje bovenop, maar waarschijnlijk ga ik dat helemaal niet voor elkaar krijgen omdat ik geen cream heb. Maar goed, dat is dan jammer. Even kijken wat ik moet doen. Nou, ik heb even voor de gemak alles even klaargezet. Er stond erbij dat je 2 vormpjes per muffin kunt gebruiken. Omdat voor de stabiliteit. Dus nou ja, deze heeft het niet. Ik heb waarschijnlijk ergens eentje dubbel. Maar ik neem aan dat het niet heel erg... Of is het hier een dubbele? Nee, maar dat het geen ramp is. Nou ja, anders dan pech. De doos schoon gaan maken. Even kijken. Wat moet ik doen? Nou, zo ziet het er nu uit. Dus eigenlijk gewoon alles door elkaar heen mengen. Maar het ruikt nu al lekker. Want ik ben heel benieuwd hoe het straks is met die topping erop. En ik hoop maar dat het goed gaat met die slagroom. Oeh, lekker. Ik zou het bijna zo op willen eten, maar die ga ik maar niet doen. Nou, ik zal alles even de muffin vormpjes doen en dan alles even de oven schuiven. Nou, het is verdeeld in de... Nou, niet helemaal goed verdeeld trouwens hoor, in de muffin vormpjes. We moeten nu in de oven. Nou, even ondertussen, de muffins staan in de auto, in de oven en de staart van onze bank. Ik zei tegen jou, het is helemaal veel donkerder geworden, klopt dit wel? Maar het is gewoon nog nat, dat had ik even niet gehaald. Dus we mogen er nou 24 uur niet op zitten, dus dan moeten we op onze stoeltjes. Nou, dat is niet erg, maar... Dus nou ja, als goed is deze straks weer mooi schoon. En ik zag dus nog... dit liggen, dat is nog van Pasen, dus dat moet ook maar even weg. Nou ja, even opruimen. Dat gaan we ook maar even gelijk doen, anders weet ik het wel. Dan ligt het hier weer een half jaar voordat het opgeruimd is. Ik ben even bij onze zolder, want ik wou eigenlijk onze stolp even opvullen. Maar die is nu leeg, dus ik denk ik ga even naar de zolder, daar hebben we alle decoratiespullen staan. Maar jongen, ik zie door de bomen het bos hier niet. Oh, ik ga eigenlijk moet dit een keer opruimen op zolder. Maar dat ga ik nou niet doen, dat is echt best wel klus denk ik, want we hebben echt wel veel staan. Ik zal even een overview geven van hoe het eruit ziet. Wacht even. Nou, dit is dus één kant. Dit is dus allemaal kerst. Dat is een beetje mijn kant. Ik ben echt kerstfan. Van mij heb ik dat wel een keer verteld. Maar er zitten allemaal kersthuisjes en accessoires en geweldig. Dus dat is deze kant. En dan deze kant. Ja, het is echt een beetje een rommeltje geworden in de loop van de tijd. Oh, dit is trouwens mijn trouwjurk. Oh. Ik zou wel een keer opnieuw aan willen doen, maar dan ga ik dat ook even niet doen. Oh jongen, hij is toen naar de stomerij geweest en heb ze hem in zo'n plastic zak gedaan. Fantastisch. Kijk, waar zie je de bovenkant? Oh, dat kun je niet zo goed zien, maar dit was volgens mij het bovenstukje met dat kant. Ik vond hem echt super mooi. Maar nou ja, dit dus. Dus ik ga er hier nou niet aan beginnen, want dat wordt me wat te gek. Ik doe die stolp een andere keer wel. En als ik gewoon een keer vrij ben, tenminste een paar dagen vrij ben, dan ik gewoon in een paar dagen even dit op ga ruimen. En ook even sorteren wat ik weg kan doen, want ik gebruik echt, dat is weer typisch van een zolder, bij mij, bij ons in ieder geval. Dat ik gewoon echt de helft, meer dan de helft, gewoon niet gebruik. Nooit. Dus daar kan ik wel even wat aan doen. Maar goed, dat ga ik dus nu niet doen. Ik wacht er even op de muffins, want dan moest er een half uur erin. En dan moest ik daar een gat in maken, in die muffins. En dan moest ik daar dus een banaan in doen en die crème er weer bovenop. Nou, ik zal het zo even laten zien. Ik zie allemaal dingen staan, ik denk, oh ja, dat hebben we ook nog. Dat is ook weer zoiets. Oh, ik moet het echt nodig een keer uitzoeken. Nou, dat ga ik nou niet doen. Dat dacht ik al. Deze komt volgens mij van, ook van zolder. En voor mij hing mijn trouwjurk daar ook aan. En die is eraf gevallen. Dus die moet er eigenlijk opnieuw weer op. Want dan blijft het natuurlijk ook wat mooier. Bewaar hem wel even. Nou ja, je kunt... dit was hem een beetje. Ja, je kunt helemaal niet zien hoe mijn trouwjurk eruit heeft gezien. Maar ja, ik kan hem dus niet wegdoen. Ik vind het heel zonde om hem weg te doen, die trouwjurk. Ik wou hem eigenlijk eens verkopen. Maar ik ken dat niet. Dus ik bewaar hem gewoon. Nou, ik heb de muffins eruit gehaald en er moest er dus, ik moest dus wat centimeters uithollen. En dat moest dan hier in een bakje en dan fijn kruimelen, noem je dat, fijn maken. Of nee, in ieder geval dat het kruimels wordt. En ik heb dus geen crème gebruikt, maar slagroom, dat gemengd met dat zakje. Dus ik denk dat het ook wel lekker is. Ik ga het zo even proberen. Het eindresultaat, ja, het ziet er niet zo fancy uit als hier, want ik heb niet zo'n spuitzak, maar... als de smaak maar goed is. En er staat bij dat ze in ieder geval 30 minuten in de koelkast moeten voor het consumeren. Maar goed, dat, ik ga natuurlijk gelijk even proeven. Ze zijn nog warm, dus daar hou ik van. Kijken hoe ik dit het beste kan doen. Het is echt zo onhandig vind ik altijd die muffin vormpjes. Maar
Hoe ga ik nou zonder te smeren? Nou, dat kan ik sowieso niet. Nou. Heel erg lekker dit. Oh. Zelfs die crème vind ik lekker door op een slagroom. Het is niet dus zoals het moet, maar heel lekker. Nou, de rest moet ik gewoon bewaren. Voor het weekend. Dus niet vanavond, maar één. Ja, misschien vanavond? Nee. Nou, misschien wel. Maar niet alles gelijk opeten. Want daar ben ik heel goed in. Maar dat moet absoluut niet. Dus ik ga ze in de koelkast zetten. En dan vanavond nog één. En dan niet meer vandaag. En dan voor de rest van het weekend. Maar smaken lekker. Oh, ik ben nog even Wie is de Mol aan het kijken. Wie is de Mol België. En ik vind het zo'n leuk programma. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind de afleveringen leuk. De mensen zijn leuk. De opdrachten zijn leuk. Ik weet niet of jullie Wie is de Mol België kijken. Maar het is echt superleuk. Je kunt het op GoPlay kijken. Volgens mij GoPlay het volgens mij, ja. Ja, ik ben sowieso fan van Wie is de Mol. Ook Nederland. Maar België vind ik dus ook helemaal leuk. Dus ik ben wel benieuwd voor de mensen die wel kijken. Voor wie jullie denken die de mol is. Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk om in te schatten. Dus ik ga ook niet Een voorspelling doen, want ik weet het gewoon echt niet. De ene keer denk ik dat die het is, de andere keer denk ik dat die het is. Maar ik vind het zo leuk. Dus dat is echt een programma dat ik heel graag kijk. Alleen het is jammer dat het een beetje tot het einde komt alweer. Want ze zitten bijna in de finale, dus dat is altijd wel jammer. Maar goed, echt een leuk programma. Dus als je dat er niet hebt gekeken, dan raad ik je echt aan om dat een keer te kijken. En verder krijg ik nog de vraag of ik een keer wou week vloggen. Of een weekvideo wil maken. Nou, het lijkt me dus heel leuk. Maar ik vind het een beetje lastig. Want kijk, als ik bijvoorbeeld door de week nachtdienst heb, moet werken. En dan, ja, het enige wat ik dan doe is eigenlijk slapen, eten. En eten, slapen. Ja, en werken dus 's nachts. En overdag slaap ik dus. En eten. Maar ik denk, ja, ik weet niet of dat wel... handig is om te doen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar kijk, als ik zo nu een vrije dag heb, dan, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar ik twijfel dus een beetje over. Ik denk dat misschien wel een keer kan als ik gewoon vrij ben. Zoals volgende week ben ik dan wel vrij. Dat ik dan wat meer kan filmen. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat kan doen. Hoe ik dat ga doen. Of ik dat ga doen. Maar ik denk dat voor nu eerst per dag hou, zeg maar. Tenminste, ik kies toch vaak een dag in de week dat ik wel vrij ben. En dat ik dan wat op de planning heb. Of niet. Ja, ik heb ook echt niet altijd wat op de planning. Maar nou ja, zo dus een beetje. Dus wou ik nog even. Want ik krijg wel eens een reactie en dan kan ik er niet op reageren. Dat vind ik wel jammer. Maar ik kreeg die vraag dus. Dus ik denk ik reageer dan zomaar even. Dus ik denk echt een weekvlog dat het er eerst niet in zit. Maar ik wil de beste keer doen als ik vrij ben. Want om te filmen dat ik aan het slapen ben overdag. Dat, nee, dat, lijkt me ook, dat is toch ook niet, dat is ook niet echt wat. Dus nou ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar voor nu dus eerst een dag dan filmen, zeg maar. Nou, dit was dan ook gelijk de video. Ik ga nog even Wie is de Mol afkijken. En dan, ik ben trouwens alleen thuis. Want Johan is mijn auto aan de garage inbrengen. Want die moet voor een onderhoudsbeurt naar de garage. En dan eet ik hier thuis alleen. Maar dat vind ik soms ook wel lekker eigenlijk. Om alleen thuis te zijn. Nou, ik eindig hier daarbij de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei!